Woensdag 30 januari. Het is 7 uur. Hanny komt thuis. Haar man zit aan de keukentafel. In zijn hand een blikje bier. Ja, ik ben weer thuis hoor. Hoi. Hoe was het op het werk? Prima. Niet zoveel gebeurd. En jij? Wat en jij? Ja, wat je gedaan hebt vandaag. Ik heb wat kippen geslacht voor Freek en Harry. Verder heb ik ook niet veel gedaan. En wanneer ga je gewoon eens lekker iets aan het huis doen, hè? Of in de tuin? Goh, zit toch niet zo te zeuren over mij. Hè? Ik leef zoals ik leef. Ik zeur helemaal niet, Richard. Ik word er gewoon verschrikkelijk kwaad van dat ik de hele dag keihard sta te werken en jij de hele dag niks doet. Ach, ik doe mijn best. Ik slag kippen. Ik ben er zo spuugzat van. Waarom pak jij niet gewoon eens lekker je spulletjes en vertrek jij uit dit huis? Ik meen het, Richard. Ik kan er gewoon niet meer tegen. Ik ga niet meer. We houden toch van elkaar? Wij houden toch van elkaar? Dit noem jij, wij houden toch van elkaar? En doe nou zo rustig, lievertje. Ik ga niet weg. Punt uit. Ik laat me niet zomaar wegsturen. Oh, en ik mag me zeker uit de weg sturen. Ja, lekker. Ik mag alles überhaupt wel van je doen. Hanny wordt boos en begint te schelden. Klinkhamer kan het niet veel schelen en reageert erg koel daarop. Hanny kan de situatie niet meer aan en loopt weg.